Goeiedag en welkom bij het Microsoft 365-journaal van vrijdag 10 december. Vandaag hebben we de volgende agenda en dat is met name gerelateerd aan Microsoft Ignite. Microsoft Ignite is eigenlijk een event vanuit Microsoft georganiseerd om updates te delen over Microsoft 365. En vaak bewaren ze eigenlijk de grootste updates van het jaar tot dat moment. En hebben ze een aantal updates gedeeld over allereerst Teams, een paar nieuwe handigheden. Een stukje over Office, met name het startportaal van Office 365. Updates met betrekking tot Power Apps en Power Automate. En twee nieuwe producten die ze hebben gedeeld. Eén van is Context IQ en een ander product genaamd Loop. Context IQ is niet zozeer een nieuw product, maar meer een handigheid binnen het hele Office 365 pakket. En Loop zal ik zo meteen meer over vertellen, maar lijkt in enige mate op SharePoint, maar dat zal ik zo meteen nog uitgebreider vertellen. En uiteraard nog een stukje over de aankomende eventen en de webinars van volgend jaar. Ik zal mezelf kort voorstellen. Ik ben Erik de Beus. Ik ben Cloud Consultant bij Delta N. Focus me met name op samenwerken binnen Teams en SharePoint en een stukje governance erbinnen. Dus hoe beheer je de omgeving, hoe ga je om met verschillende instellingen erbinnen. Maar ook onderlinge werkafspraken en wat is precies jouw visie van IT. En op welke wijze sluit Microsoft 365 daarbij aan. Dan zal mijn collega Jan Schiet zich kort voorstellen. Yes. Ik ben Jan Schiet van Lazada. Ik ben ook Cloud Consultant bij Delta N. En daarbij richt ik me voornamelijk op Power Apps, Power Automate en SharePoint. En de realisatie daarvan bij klanten. Dan gaan we beginnen met Teams. Voor Teams zijn er een aantal grotere updates aangekondigd. De eerste grotere update is dat dat binnen Teams Microsoft Mesh geïmplementeerd gaat worden. Nou, wat is dat? Microsoft Mesh biedt de mogelijkheid om meetings te houden in 2D en 3D omgevingen. Hierbij kan je dus zelf een avatar van jezelf maken en kan je je fysieke ruimtes nabouwen in de 2D of 3D omgeving. Het leuke daaraan is dat je bijvoorbeeld je kantoorpand zou kunnen nabouwen binnen Microsoft Mesh. En de bedoeling van Microsoft hiermee is eigenlijk om meer saamhorigheid te brengen tijdens meetings en de engagement omhoog te brengen doordat je tussen aanhalingstekens fysiek aanwezig bent bij zo'n meeting. Dan shared channels. Het delen van Teams kanalen zal in de toekomst eenvoudiger worden. Zo zal het mogelijk zijn om kanalen te delen met maximaal 50 teams. Ook zal het mogelijk zijn om kanalen te delen met teams buiten je eigen organisatie. En daar staat geen limiet op, dus dit kan met zoveel organisaties als dat je zelf wil. Hierbij is het wel belangrijk om rekening te houden met privacy en security, want misschien is het niet altijd de bedoeling dat kanalen met gebruikers buiten de organisatie worden gedeeld. Dan chatten met persoonlijke Teams accounts. Vanaf eind 2021 zal het ook mogelijk zijn om met een persoonlijk Teams account te chatten met mensen buiten je organisatie. Tot op heden was dat nog niet mogelijk, dus dat is wel een handige feature die is aangekondigd. En tenslotte een update aan de Teams App Store. De App Store zelf is niet daadwerkelijk geüpdate. Het is meer dat er een aantal grotere apps zijn aangekondigd binnen de Teams App Store. Een aantal voorbeelden zijn dus Jira, dat is een soort van planner, of SAP. Dan gaan we door met Teams Chat. Dit zijn een aantal kleinere updates die aan de Teams Chat zijn toegevoegd. Zo kan je vanaf nu met jezelf chatten. Klinkt heel gek, maar dat kan handig zijn om jezelf af en toe een reminder te sturen. Of als je iets niet wil vergeten en je team zal open hebben staan, dus stuur jezelf even een bericht. Nou, dat kan dus vanaf nu. Verder kan je zelf het aantal berichten instellen dat getoond wordt. Dit is voornamelijk een visuele feature. Persoonlijke voorkeur ook. De ene persoon zou het fijn vinden om maar 4 berichten op zijn beeldscherm te zien, zodat de tekst wat groter is. De ander wil een heel gesprek in 1 keer op zijn beeldscherm kunnen zien. Dus vanaf heden kan je zelf instellen hoeveel berichten er op jouw beeldscherm worden weergegeven in 1 keer. Later berichten verzenden. Deze feature kennen jullie waarschijnlijk al vanuit Outlook. Daarbij kan je een mail schrijven en vervolgens een timer zetten op wanneer de mail verzonden gaat worden. Dus stel ik schrijf vandaag een mailtje en ik wil dat die morgen om 9 uur pas wordt verzonden. Dan kan ik dat in Outlook gewoon instellen en vanaf heden kan dat dus ook binnen Teams. Filters en zoekopdrachten.
Hiermee probeert Microsoft de zoekfunctionaliteit van Teams wat te verbeteren. Deze functionaliteit is al gereleased, maar de ervaring werkt nog niet altijd optimaal. De verwachting is wel dat dit waarschijnlijk in de toekomst nog wel verbeterd zal worden. Dan gaan we door met de Teams Virtual Events. Daar zijn ook een aantal updates voor aangekondigd. De Green Room, dit is eigenlijk een uitbreiding van de rechten die organisatoren hebben tijdens een virtual event. Organisatoren kunnen de chat en Q&A monitoren, deelnemers managen en content delen voordat het event wordt gestart. Verder is er meer controle over het tonen van de spreker of de presentatie. Hiermee wordt het makkelijker om te sturen op hetgeen wat er wordt weergegeven aan de kijker tijdens een virtual event. Ja, en dat is eigenlijk, je hebt meer functionaliteit om te sturen op de dingen die worden weergegeven tijdens een virtual event. Co-organizer. Tot op heden kon je vaak maar één of een aantal organisatoren aanwijzen tijdens een virtual event. Met de nieuwe update kunnen er tot 10 organisatoren aangewezen worden. En alle organisatoren hebben hierbij exact dezelfde rechten. Dus ze kunnen volledig gebruik maken van alle functionaliteiten tijdens een virtual event. En een nieuwe Q&A ervaring. Er zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de Q&A. Je kan vanaf heden posts pinnen. Dus een welkomstberichtje pinnen of wanneer iemand een belangrijk berichtje heeft gestuurd, kan je die pinnen zodat iedereen die bovenaan de chat ziet. De beste antwoorden die je ziet kunnen gemarkeerd worden. Antwoorden kunnen gefilterd worden en vragen kunnen verwijderd worden. Dan gaan we door met Office. De updates voor Office zijn voornamelijk gericht op de Office 365 homepage. Ja, vanaf nu kan je dus direct acties uitvoeren vanuit de startpagina. Hoe ziet dat eruit? Vanuit de Office 365 homepagina zijn er bijvoorbeeld actieknoppen toegevoegd aan de Recommended Files sectie. Hiermee kan het direct geantwoord worden op een opmerking binnen een bestand of kan het bestand gemakkelijk gedeeld worden zonder de startpagina te verlaten. En het doel van Microsoft hiermee is eigenlijk om jou om dit zo efficiënt mogelijk te maken en om jou op die homepagina te houden en daar snel taken te kunnen uitvoeren zonder naar andere apps te hoeven gaan. Filters in welke documenten zichtbaar zijn, dat is ook een nieuwe functionaliteit. En deze filters kan je instellen op basis van het documenttype, de hoeveelheid gebruik van het document en de tijd dat het document online staat. Je kan voor jezelf onderdelen toevoegen aan de startpagina. Hiermee kan je op basis van uiteenlopende Microsoft 365 tools onderdelen maken die worden weergegeven op je persoonlijke startpagina. Hierbij kan er ook gebruik gemaakt worden van templates, bijvoorbeeld de huisstijl van je organisatie. En dit is eigenlijk een manier om je Office 365 homepagina te kunnen personaliseren, bijvoorbeeld met het toevoegen van relevante SharePoint onderdelen. Er zijn veel organisaties die daar graag gebruik van willen maken, maar dat specifiek op de gebruiker willen aansturen in plaats van voor iedereen dezelfde SharePoint onderdelen weer te geven. Dit is wel een handige feature daarvoor. Yes, dan Power Apps en Power Automate. Allereerst een stukje over Power Automate. Er zijn sowieso continu verbeteringen erin en nieuwe connectoren. Eén interessante en wel redelijk grote aankondiging is dat ze nu process mining hebben verwerkt in het product Power Automate. Wat is process mining? Dat is eigenlijk dat je inzicht kan krijgen in taken of processen binnen de organisatie. En dat je daar, sommigen noemen het de value stream mapping, kan maken. En dat je dus inzicht krijgt in hoeveel tijd besteed ik nou per stap. En zit daar waste in en hoe verhouden die stappen zich tot elkaar in het gehele proces. Wat is daar handig in? Dan krijg je eigenlijk heel goed inzicht in wat wil je eigenlijk automatiseren en waar zit de bottleneck in het proces. Dus waar is de meeste winst te behalen. Nou, dat kan dus met de zogenoemde Process Advisor binnen Power Automate. Er zijn twee manieren om eigenlijk wat je hier ook rechts ziet te verkrijgen of inzicht erin te verkrijgen. Eén daarvan is een opname op je desktop. Je hebt de Power Automate Desktop Client. Daarmee kan je sowieso eigenlijk een soort macro's maken om stappen herhaaldelijk uit te laten voeren op automatische manier. Nou, dat kan je dus ook gebruiken om die stappen te traceren en op basis daarvan te kijken, oké, waar zit in dat proces een vertraging. Een andere optie is dat je data invoert.
En zelf nog geen zicht op hoe dat precies zou gaan werken, maar ik vermoed dat je een CSV-bestand kan uploaden met bepaalde headers en dergelijke, waardoor je ook dit inzicht kan verkrijgen. Het is wel handig om te weten tenminste waar je Power Automate voor maakt, dat ook echt aansluit bij de meeste, bij de plek waar de meeste winst te behalen is. Ja, en vervolgens is het ook mogelijk eigenlijk om RPA toe te passen. Dat is eigenlijk de robotisering van herhaaldelijke taken. En dat is wat ik ook eerder aangaf. Je kan dus die desktop client gebruiken om taken op te nemen en die herhaaldelijk uit te laten voeren. Nou, een van de interessante dingen is nu dat je dat ook kan doen op een Azure Virtual Desktop. Azure Virtual Desktop is voor degenen die er niet bekend mee zijn, is eigenlijk een ja, soort Citrix omgeving. Je zou het een concurrent kunnen noemen. Waarbij je in de cloud een desktop beheert. Dus geen los apparaat, maar echt in de cloud een desktop hebt, waar je dan die Power Automate desktop client op kan draaien om herhaaldelijk taken uit te voeren. Voor dus natuurlijk dat die niet echt uitgaat, dus die blijft daar gewoon op draaien. Daar zijn ook governance opties recent aan toegevoegd. Dat is met name data loss prevention waar het op is gericht. En data loss prevention is eigenlijk dat je kan zeggen bepaalde type data, bepaalde connecties mag je niet maken in het proces. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als je in een proces wordt herkend dat er iets wordt gekopieerd waar een BSN-nummer in staat of een creditcardnummer. Nou, dat kan je herleiden eigenlijk of het zo'n soort nummer is. Dat je dan zegt, die wil ik niet hebben in een Azure, of sorry, in een proces waar Power Automate Desktop bij wordt gebruikt. Je wilt namelijk niet iemand iets gaan maken waarbij ze alles kopiëren uit een Excel-bestand waar creditcardnummers in staan en die mailen naar een andere locatie. Dus vandaar dat deze optie nu ook daarin is toegevoegd. Data loss prevention is overigens ook een breder product in heel optie 65 om je controle op te krijgen. Nu voegen ze eigenlijk gewoon die opties ook toe aan de Power Automate Desktop Client. Andere functionaliteit specifiek voor Power Automate en data loss prevention, dat bestond al langer overigens, is dat je kan zeggen, ik mag niet connectoren met de ene omgeving en de andere omgeving in één flow. Bijvoorbeeld, ik mag niet connecteren met Twitter en SharePoint, want je wil niet dat mensen lijstjes uit SharePoint op Twitter gaan plaatsen. Dat zou je bijvoorbeeld ook mee kunnen zeggen. En dat is ook een stukje wat hier dus nu in is geborgen, zodat je meer controle hebt over wat mensen bouwen en dat er niet zomaar data naar buiten lekt. Vervolgens Power Apps, een interessante nieuwe optie, en dat is dus gerelateerd in Teams ook, is dat je binnenkort kan chatten vanuit Power Apps. Dus er komt een connector naar Teams toe, nee, er bestaat ook een connector naar Teams toe in Power Apps. En een van de functionaliteiten zal worden dat je dus ook kan chatten met gebruiker vanuit een appje. Wat ik mezelf heel goed kan voorstellen, is dat er een proces is binnen de organisatie waarbij je misschien een FAQ hebt of informatie kan vinden. Nou, stel je komt daar niet uit, dat je dan direct kan zeggen, ik wil chatten met iemand in de organisatie, een helpdesk of service desk, en dat direct vanuit de Power App mogelijk is om contact te zoeken daarvoor. Dus dat is heel interessant om daar verder actie op te ondernemen. Een andere, en dit is ook een heel mooie voor degene die Power Apps of Power Automate Flows developen onder ons. Je kunt dus comments plaatsen in Power Apps en Power Automate. En dat zie je in de screenshot aan de rechterzijde, zie je eigenlijk een balk heel erg vergelijkbaar met wat je ziet in de rest van de Office pakketten. Het is ook een stukje standaardisering die Microsoft toepast binnen Office 365, denk ik daarin. In Power Automate bestond het al in enige mate, maar was het niet zo overzichtelijk. Dus daar zie je nu ook aan de rechterzijde een dergelijke balk. In Power Apps bestaat het nog steeds. Je kan namelijk comments plaatsen in code die je schrijft. Maar het kan nu dus ook sinds kort in het review pane aan de rechterkant. Het is wel goed om daarbij te beseffen dat als je geen duidelijke afspraken maakt waar plaats je die comments, dat je die ook moeilijk kan terugvinden onderling als je gezamenlijk dit bouwt. Wat ook een interessante is dat comments plaatsen is geplaatst onder de noemer samenwerken in Power Apps. Nou kan je nog steeds niet tegelijkertijd werken in dezelfde Power App, of in ieder geval bouwen in dezelfde Power App. Maar dat die noemer wordt gebruikt vind ik wel opvallend. Misschien betekent dat iets voor de toekomst dat dat alsnog mogelijk wordt. Dan een nieuw licentiemodel voor Power Apps. Er zijn al twee licentiemodellen. Eentje is erbij dat je voor een gebruiker twee Power Apps kan toekennen die kan gebruiken. Dus twee Power Apps per user. En dan gaat het echt om de connectoren die je niet standaard krijgt met een Office 365 pakket. Als je op het moment dat je Office 365 hebt, kan je sowieso Power Apps bouwen. Dat is geen probleem. Maar stel je wilt een connectie maken met een API, met
bepaalde applicaties of omgevingen, een bepaalde dataverse omgeving, dan moet je vaak extra betalen. Die licentie heb ik er nu over, dus dan heb je licentie 2 Power Apps per user. Je hebt er ook eentje dat een gebruiker eigenlijk elke connector kan gebruiken op zijn naam, dat is sowieso dan mogelijk. En dan komt het derde licentiemodel bij, en dat is Pay As You Go Purchasing. Dat betekent dat een gebruiker op het moment dat hij een Power App opent, dan pas komen die kosten in rekening en worden die pas in rekening gebracht. Dat is eigenlijk software as a service binnen Power Apps, voor degene die de term kennen. Dat betekent dus op het moment dat je het gebruikt, die dan pas ervoor betaalt. Dat is heel interessant. Kan natuurlijk een kostenbesparing opleveren. Alleen wat ik begreep uit de documentatie voor zover die nog is, is dat die kosten dan wel in één keer voor een maand voor de app worden ingesteld. Dus vaak heb je bij een SaaS-achtige dienst dat je betaalt per uur of minuten of periode dat je het gebruikt. Nu wordt het zo, een gebruiker opent de app en je betaalt gelijk voor de maand voor die app. Dus mocht u in de toekomst gaan aanschaffen, is het wel handig om alsnog niet alle apps ineens beschikbaar te gaan stellen voor alle gebruikers. Dus verdeel die nog steeds wel bewust onder het selectieve aantal gebruikers die je echt mee gaat doen. Ja, en dan heb je dus het voordeel dat pas op het moment dat iemand eentje opent, je daarvoor betaalt. Als iemand op vakantie is, betaal je dan gewoon niet voor die app. Dus dat is de luxe hieraan, interessant nieuw model. En de laatste is dat je mobiele apps kan verspreiden op mobiele werkapparaten. Je hebt al binnen de Play Store en binnen Apple-apparaten kan je de Power Apps app downloaden. En daar kan je dus Power Apps op openen. Je hebt ook nu de optie om Power Apps, dus losse apps die je al hebt gemaakt, te distribueren als mobiele apps op telefoons binnen de organisatie. En dat zie je rechts ook een screenshot van. Dus normaal gesproken moet je eerst de Power Apps app openen en dan kan je bij alle applicaties die binnen Power Apps zijn gemaakt voor jou. Nu wordt het dus zo dat je direct al een icoontje hebt op je telefoon en dat is dan de Power App waar je bij kunt. Dat icoon kan je zelf selecteren, dus dat is een voordeel eigenlijk als organisatie zijnde. Je kan er ook in apps in clusteren, dus dat is ook wel interessant. Stel je maakt een icoontje op een telefoon of voor werknemers op een telefoon genaamd HR, kan je dus vanuit daar bij alle HR gerelateerde apps. Dus het centraliseren daarin is ook wel handig. En daarin is ook gelijk een distributiemodel voor het verspreiden van apps binnen de organisatie op redelijk gecontroleerde wijze binnen Endpoint Manager, wat vroeger eigenlijk Intune was, is ook wel een iets andere gecontroleerdere manier van apps verspreiden binnen die organisatie. Het is wel interessant, want eigenlijk is het een professionaliseringsverslag in het beheer van je Power Apps op het niveau dat je ook normaal gesproken apps zou distribueren binnen je organisatie. Dat is wel een nieuwe interessante update en ook wel een teken dat Power Apps steeds meer gaat moderniseren en steeds ook wat breder wordt getrokken in beheer en de mogelijkheden die er binnen zijn. Dan Context IQ en Microsoft Loop. Dit zijn twee nieuwe producten binnen Microsoft 365. Allereerst Context IQ. Context IQ is eigenlijk een soort AI-functionaliteit die jou helpt bij het communiceren binnen je organisatie of daarbuiten. En wat het eigenlijk doet, je ziet hier een voorbeeld binnen Outlook, is dat het de juiste informatie toevoegt op de juiste plek op het moment dat jij dat nodig hebt, zonder dat je de extra stappen hoeft te doen. Je kan erbij denken, je typt, ik heb jouw sheets een document hier, dan automatisch wordt voorgesteld weer toevoegen als bijlage. Als ik zeg, ik wil deze en deze collega nog spreken daarover, kan je gelijk die collega taggen. Dat zie je rechts ook. Stel je zegt, we moeten binnenkort even een meeting inplannen, kan je direct vanuit Outlook of vanuit de mail een meeting inplannen. Dus de tussenstappen die je normaal gesproken daarin doet, waarbij je moet rondklikken naar verschillende applicaties, die stappen worden weggewerkt, waardoor er heel veel tijdswinst is in je communicatie externe binnen de organisatie. Ik heb het voor nu alleen nog gezien binnen Outlook. Ik verwacht eerlijk gezegd dat dit ook breder gaat worden getrokken binnen Word, binnen Teams, binnen eigenlijk alle andere applicaties binnen Office 365. Dit is eigenlijk de type applicatie voor degene die er bekend mee zijn, die werkt met Graph API. En dat betekent dat er een bepaalde logica achter zit die herhaaldelijk wordt gebruikt binnen Office 365. Je zit nu binnen Outlook. Maar daar werd mijn verwachting wel dat het gewoon breder gaat worden getrokken. Wat processen gewoon gaat versnellen en ideaal is voor gebruikers. Dus dat is heel, heel fijn. Nou, ander nieuw product is Microsoft Loop.
Ik vind zelf het product wat lastig om in te kaderen. Microsoft Loop is eigenlijk een nieuw product wat je kan embedden binnen Office applicaties. Echt in heel, heel brede zin. En een van de elementen, Loop bestaat eigenlijk uit drie componenten, elementen die er zijn. Verschillende niveaus. Je hebt het laagste niveau components, daarboven heb je pages en daarboven heb je workspaces. Components zijn eigenlijk een soort webparts, zou je het kunnen noemen. Wat je nu in het huidige SharePoint hebt, dat je een webpart toevoegt met specifieke functionaliteiten of koppelingen met externe omgevingen, die echt standaard al worden aangeleverd door Microsoft. Dat zijn eigenlijk Loop Components. Maar een heel belangrijk verschil is dat die Loop Components, die kan je overal embedden. Want je ziet hier rechts, wordt in een chatgesprek gezet en je kan het direct toepassen. Dus dat is eigenlijk wat Loop Components zijn. Wat interessant is, is dat eigenlijk heb je al apps binnen chats die je kan toevoegen vanuit Teams. Loop Components heeft daar heel veel overlap mee. Dus dat is wel een bijzonder. Ik weet er niet of Loop per se dat deels gaat overnemen of op een andere manier gaat werken. Maar wel interessant dat dat een nieuwe optie wordt. Helemaal met de volgende hoge hiërarchische stap daarbinnen binnen Loop. En dat is namelijk Loop Pages. En Loop Pages functioneren eigenlijk als losse pagina's, waarbij je verschillende components kan centraliseren op één locatie. En hier begint het heel erg te lijken op SharePoint, vind ik zelf. Je hebt natuurlijk ook gewoon losse SharePoint pagina's waar je webparts kan toevoegen. Loop Components lijken op webparts. Loop Pages zijn pagina's waar je webparts kan invoeren. Dus je snapt wel die vergelijking tussen SharePoint en Microsoft Loop. Dus dat is wel een bijzondere keuze. Wat ik zelf verwacht, maar dat is niet iets wat Microsoft heeft uitgesproken, is dat zij Loop gaan gebruiken om organisatiebreed heel snel herhaaldelijke components te kunnen toepassen die gewoon lijken op webparts. Dat SharePoint pagina's wel blijven bestaan, dat navigatiestuk wel, maar dat die pagina's eigenlijk Loop pages worden, waardoor je ook zo'n pagina niet alleen in SharePoint kan toepassen, maar ook op andere locaties, bijvoorbeeld misschien een Microsoft Viva-achtig iets of binnen een chat binnen Teams. Want je ziet eigenlijk wat Microsoft doet, is dat zij producten maken die heel makkelijk herhaaldelijk kunnen worden gebruikt op verschillende locaties binnen Office 365. Je ziet het ook aan List. List kan je toepassen binnen was vroeger deel van SharePoint. Maar nu is het erbuiten getrokken en kan je het ook in Teams makkelijker embedden. Ik verwacht eigenlijk dat Loop een vergelijkbare situatie is, maar dan met verschillende pagina's. Het laatste punt is Loop Workspaces en dat is wel echt redelijk nieuw. Dat staat naar mijn idee toch wel meer buiten SharePoint. En dat is een interactieve samenwerkpagina waarbij je dus ook die Loop components kan gebruiken, maar ook teksten kan plaatsen, kan verschuiven en heel interactief en snel kan samenwerken. En dat zie je hier rechts ook staan. Je kan blokjes slepen, je ziet tegelijkertijd waar andere collega's mee bezig zijn. Er zijn best wel vergelijkbare producten waarbij je ook een soort nep whiteboard-achtig omgeving hebt. Je hebt trouwens Microsoft Whiteboard, lijkt daar ook al een beetje op. Ik denk dat dit Microsoft het antwoord daarop is, waarbij je dus posters kan plakken, interactief kan samenwerken en het veel directer is. Dat zijn eigenlijk Loop Workspaces. Een interactieve, heel snelle samenwerkomgeving waarbij je snel op een soort whiteboard-achtige plek kan slepen en samenwerken. Met de extra laag van digitale middelen natuurlijk, want dat heb je normaal gesproken op een whiteboard. Dan waren dit eigenlijk wel de grootste hoogtepunten van Ignite. Uiteraard zijn er nog andere updates, maar die zijn wat kleiner en interface aanpassingen. Maar dit zijn de echte zaken waarvan ik zeg, van, ja, hou het in de gaten en goed om daarvan op de hoogte te blijven. Verder is het natuurlijk ook goed om in de toekomst op de hoogte te blijven en daarvoor ook deze slide. We gaan uiteraard volgend jaar weer Microsoft 365 journaals geven. Op 11 maart, 17 juni, 16 december en 9 december. Zet deze alvast in je agenda. Dan wordt deze ook toegevoegd en dan kan je die ook gelijk volgen. Verder komt er een webinar nieuw in Azure DevOps met informatie over Azure DevOps. En verder gaan we nog meer evenementen geven komend jaar uiteraard. Dan is het ook wel interessant om mee te nemen. We hebben ook uiteraard webinars gegeven in het verleden, maar voor degenen die bekend mee zijn over heel specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld digitaal samenwerken, of hoe je data kan beschermen, hoe je kan bellen met Microsoft Teams. Als je nu een belplan hebt voor je organisatie, dat kan vaak ook binnen Microsoft Teams. Maar hierin, dit is meer specifiek gericht op bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld digitaal samenwerken is de vraag ook, hoe werk je met SharePoint, hoe werk je met OneDrive, hoe werk je met Teams.
En daar gaan we dan wat dieper op in plaats van dan alleen maar de updates delen. Dus mocht je dat interessant vinden, kijk deze zeker terug. Er zit vaak wel heel relevante informatie in. Waardoor je ook misschien meer begrip krijgt in zicht op de updates die ik elke keer deel van Microsoft. Dus zeker een aanrader in dat opzicht. En uiteraard, mocht je meer willen meten, meer vragen hebben over de updates die ik zojuist heb gedeeld, of misschien ondersteuning nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op via onze collega Heiko Wijtenburg, waarvan je het contactgegevens ziet. We kunnen natuurlijk altijd helpen en meedenken of dienen als sparringspartner voor wat er aan gaat komen met vraagstukken over beheer en dergelijke, maar ook hoe gaan gebruikers daarmee om met de updates. We kijken nog heel veel of er nog verdere vragen zijn. Kijk hoor, ik heb een vraag van Floor, zie ik. Kun je van de features die nu van Teams benoemd zijn ook aangeven wanneer deze worden uitgerold? Ja, dat is eigenlijk wij benoemen vaak wanneer de updates worden uitgerold, niet specifiek in de webinar zelf, omdat je dan overdaad aan datums en informatie krijgt. De meeste van de updates die nu zijn benoemd, die worden wel op redelijk korte termijn uitgerold. Maar wat we kunnen doen, we sturen in principe altijd een mailtje na. Dan kunnen we wel wat datums delen over die specifieke Teams updates. Dat is misschien wel fijn om die verder in te zien. Dus dat zullen we nog apart delen. Dat is denk ik het handigste in dit geval. Ja, en tot slot wil ik eigenlijk jullie vragen om dit webinar te evalueren, hoe jullie het ervaren. We kijken altijd terug naar evaluaties en verbeteren continu hoe deze webinars worden gegeven. Mocht je ook specifiek behoefte hebben aan een bepaald onderwerp, geef het ook aan. Dan gaan we daar meestal organiseren dan eigenlijk een apart webinar voor. Als er genoeg behoefte is, dan doen we dat zeker. Gaan we daar dieper op in en dan kunnen we ook die kennis verder delen. Ik ga zo meteen terug naar deze slide, dan kunnen jullie ook de evaluatie invullen. Voor nu wil ik in ieder geval bedanken voor je tijd. Wens ik je alvast een fijn weekend en hou ik jullie in de toekomst nog op de hoogte over verschillende updates die gaan komen.